Ik ben vanavond in de Drie Zusters, waar alle professoren aan het draaien zijn. Ik ben benieuwd of ze het een beetje kunnen en wat de mensen ervan vinden. U gaat zo meteen draaien. Heeft u er een beetje zin in? Jazeker. Ja, heel erg. Hoe is de sfeer nu een beetje? Ja, ik vind het heel erg. Ja, het begint nu echt los te komen. We zijn in het begin nog een beetje rustig, maar het gaat goed. Oké, en de laatste woorden? Get your kicks from statistics. Hoe doet uw collega het? Ik vind dat deze collega het heel erg goed doet. Ja? Hij krijgt de hele dansvloer helemaal vol, dus dat is helemaal goed. Ja. En in de toekomst als DJ, zit dat een beetje in? Nou, ik zou het eigenlijk wel willen, ja. Hoe doet de DJ het tot nu toe? Ja, heel erg goed. Ik heb nog nooit zoiets vets gehoord hier bij Drie Zusters. Ja, ik ben vooral de kleine blonde en een hele goede DJ. Ja, we hebben hier weken op gewacht. Ik bedoel, hij heeft promotie zelf gedaan. We hebben het zelf allemaal gezien. En ja, wij vroegen ons af, is hij nou net zo'n leuke DJ als een leuke docent? En ja, je kijkt om je heen, iedereen gaat los, sowieso. Als je hem zo ziet, wat denk je? Moet hij statistiek blijven geven of kan er de toekomst als DJ er ook wel in? Ik denk een bijbijtje voor de avonduren, superleuk. Ik denk dat hij tijdens zijn statistiekles DJ moet worden. En dan normaal geeft hij jou dan een cijfer, maar wat voor cijfer zou jij dan geven? Ja, hij is nu onderweg met een paar nummertjes, maar als hij zo door blijft gaan, krijgt hij wel een dikke duim voldoende. Manfred de Magier, dat zo is zijn bijnaam, hè? Manfred de Magier, een 7. En zijn zoon een 9. Ja, Manfred krijgt zeker wel een 8 of een 9. Dat was, En waarom dan? Waar is dat op gebaseerd? Nou ja, normaal draaien ze alleen maar van die klote muziek in de basement. Maar nu was het gewoon geniaal. Ik zou hem een 10 geven. Een 10? 10! Je bent net klaar, hoe ging het? Ja, ik vond het eigenlijk best goed gaan. Ik vond de sfeer er goed in zat. Voelde dat ook zo? Ja, je zag meteen dat de studenten allemaal meededen. En je weet van tevoren niet of de nummers aanslaan. Maar dat ging goed. Dus het was een succes? Ja, vond ik wel eigenlijk. Ik heb zelf met mijn zoontje hebben we de mix thuis gemaakt. Er zijn allemaal programma's voor op de iPad om dat te maken. Dus, we hebben hem eigenlijk van tevoren gemaakt. Ja, want ik hoorde ook van iedereen hele positieve verhalen over een zoontje. Ja, die is... Is dat ook een geboren talent? Ja, misschien. Maar hij is in elk geval helemaal gek van Martin Garrix. En hij vond het ook leuk om die studenten een beetje op te hitsen en zo. Dus, En in toekomst als DJ, zit dat erin? Voor mijn zoontje bedoel je? Nee, voor u. Oh, nee. Nog maar bij de statistiek blijven? Ik blijf voor mijn statistiek. Voor mijn zoon.